Alex Pastoor is nu nog trainer van Excelsior. Hij kon naar de Graafschap in Doetinchem, maar liet die club uiteindelijk vallen en koos voor NEC. Felicitaties dus vanochtend in Rotterdam. Ja, ik vind dat bij NEC een hele goede selectie staat. Dat is één. Gesprekken met de directie waren ook heel prettig. Net als met alle anderen overigens. Mooi stadion, mooie achterban. En volgens mij een hele mooie stad. Pastoor kan naar Nijmegen omdat Sparta Rotterdam wil Jan Vloed polsten voor een directeursfunctie. Na anderhalf jaar met op dit moment een 10e plek op de ranglijst vertrekt Vloed dus alweer bij NEC. Ik vond hem wel heel erg bij NEC passen. Heeft het van Lodewijk overgenomen en op dat moment was het echt een verloren zaak. En heeft het behoorlijk weer op de red gekregen. Dus, Ja, NEC misschien wel jammer, maar voor hem is het misschien wel beter. Want dan heeft hij een functie wat hij graag wil hebben. Vloed is na 31 jaar klaar met het trainersvak en tekent voor 5 jaar als technisch en algemeen directeur. Een lang gekoesterde wens komt daarmee uit. En uiteindelijk komt dit als eindstation wat ik wel graag wilde. Na mijn trainerscarrière wilde ik graag een baan als technisch of algemeen directeur. Nu krijg je een combinatie bij een hele mooie club. Ze hebben zich geïnformeerd hoe ik werk. En ze hebben een visiebeleidsplan wat daarop aansluit. En daar moet ik mee doorgaan. En ja, proberen de mensen individueel steeds verder te ontwikkelen. En een goed team herkenbaar te laten voetballen. En hopelijk met wat resultaat.